Zo'n 5 kilometer van Bitburg vandaan vinden we Villa Otrang. Villa Otrang is een Romeinse villa die er in de Romeinse tijd heeft gestaan. Wat nu is overgebleven zijn de grondresten. Deze kunt u tegen een vergoeding van 3 euro per persoon zelf aanschouwen. De villa is gesloten van december tot en met januari en de rest van het jaar voor het publiek geopend. Hier zien we de resten van de sauna die er in het verleden dus helemaal heeft gestaan. Dit zijn de resten die gevonden zijn van Villa Otrang. Aan de hand van deze resten is het huis geconstrueerd wat er in de Romeinse tijd heeft gestaan. De locatie is zonder meer de moeite waard. Met een zee van ruimte en een oase van rust kunt u genieten van het prachtige uitzicht wat deze locatie biedt. Zo werd in het verleden de vloerverwarming gestookt door de Romeinen. Met een ondergronds stelsel wat met hout werd gestookt, werd de vloer verwarmd. Ook zijn de mozaïekvloeren voor een gedeelte geconstrueerd. De bezoektijd is 1 tot 1,5 uur. Een bezoek aan Villa Otrang is dus te kort om een hele dag mee te kunnen vullen. Wel kunt u het bezoek aan Villa Otrang combineren aan het stadje Bitburg. Vanaf het terras heeft u een perfect overzicht over de weidse en mooie omgeving. Vergeet ook niet om de eigen gemaakte koeken uit te proberen. Wij zien u graag verschijnen. Tot ziens bij Villa Otrang.